Hallo kijkers van Shine Sprites, ook mijn gloednieuwe aflevering van Eredivisie voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 7 van de Eredivisie en natuurlijk de Europese wedstrijden waar we mee gaan beginnen. Namelijk met Liverpool tegen Ajax, dat werd 2-1. Feyenoord tegen Sturm Graz werd maar liefst 6-0 en AZ won met 4-1 van FC Vaduz. De wedstrijd van PSV is helaas uitgesteld vanwege het overlijden van de Engelse koningin. En dan in speelronde 7 waren het deze wedstrijden, namelijk FC Utrecht tegen NEC, dat werd 0-0. Sparta won met 2-1 van FC Groningen. Vitesse speelde 1-1 gelijk tegen Volendam. RKC won met 5-1 van Cambuur. Fortuna tegen Excelsior werd 1-0. Go Ahead Eagles FC Emmen werd 2-0. PSV Feyenoord was echt een kraker, werd 4-3. Heerenveen won verrassend met 2-1 van FC Twente. En AZ won met 2-1 van Ajax. Dan is dit de ranglijst op dit moment. PSV is de nieuwe koploper met 18 punten. Ajax heeft ook 18 punten, maar staat achter met het doelsaldo. AZ staat nu derde met 17 punten. Feyenoord staat vierde met 16 punten. FC Twente op de vijfde plaats met 13 punten. Heerenveen staat zesde met 12 punten. Sparta op nummer 7 met 10 punten. RKC, FC Utrecht en Excelsior hebben 9 punten. NEC, Groningen hebben 8 punten. Go Ahead Eagles staat 13e met 6 punten. Vitesse en Volendam hebben 5 punten. En onderaan 3 clubs, namelijk Fortuna, Cambuur en FC Emmen met 4 punten. Dan gaan we naar de voorspellers top 8. We hebben een nieuwe koploper, namelijk Joey met 61 punten. Dan komen Jurgen en Mark met 58 punten. Oes staat vierde met 57 punten. Julian en Colino hebben namelijk 54 punten. Sven staat zevende met 53 punten. En ikzelf sta achtste met 52 punten. Sven is de weekwinnaar geworden. Die had veruit de meeste punten. Over het algemeen weinig punten gehaald deze speelronde. Dan gaan we Nederlands elftal wedstrijden voorspellen. Namelijk Polen tegen Nederland en daarna Nederland tegen België voor de Nations League. Dan zijn dit de wedstrijden voor speelronde 8 die we gaan voorspellen. Namelijk Cambuur tegen PSV. FC Groningen ontvangt AZ. Ajax moet thuis in de arena tegen Go Ahead Eagles. FC Twente ontvangt Vitesse. Fortuna moet thuis tegen FC Volendam. Excelsior ontvangt FC Utrecht. NEC moet tegen Feyenoord. RKC ontvangt Sparta en FC Emmen als laatste wedstrijd tegen Heerenveen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe aflevering. Adios, amigos!